Het derde kwartaal is begin vorige week geëindigd en dus zijn veel bedrijven bezig met de nieuwe kwartaalcijfers klaar te maken. We kunnen ook de komende 2 weken veel kwartaalcijfers verwachten, de officiële cijfers in ieder geval. En naarmate we naar die officiële kwartaalcijfers gaan, krijgen we ook al veel nieuwsberichten. Nou is natuurlijk de vraag, kunnen wij hierop inspelen en eventueel al voor of net na deze kwartaalcijfers een manier vinden om geld te gaan verdienen. Kwartaalcijfers kunnen er namelijk voor zorgen dat er flinke koersstijgingen of koersdalingen zijn. Er zijn eigenlijk 2 manieren om hierop in te spelen die ik in deze video wil behandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar de kwartaalcijfers en eigenlijk degene die we nu in de komende 2 weken gaan verwachten. Maar dan kun je natuurlijk ook andere kwartalen toepassen, kwartaalcijfers van in de toekomst. Maar voordat we naar deze 2 manieren gaan kijken, wil ik eerst het onderwerp behandelen van waarom nou losse aandelen. Want ik kreeg hier laatst nog een notificatie van dat iemand, een gebruiker, dus een reactie had geplaatst. Alleen ik kon er niet op reageren omdat de gebruiker de reactie ook alweer weg had gehaald. Maar het kwam erop neer dat ik telkens losse aandelen behandel. Ook in video's zoals interessante aandelen die ik elke maand maak. De laatste video zal ik hier even linken. Terwijl ik eigenlijk in andere video's vaak vertel dat ik juist in ETF's of in indexfondsen zit. Met een brede spreiding dat ik niet zelf hoef te kiezen. Dus waarom kies ik dan vaak toch voor losse aandelen? Dat heeft eigenlijk 3 redenen. En de eerste daarvan is dat het behandelen van losse aandelen leerzaam is. Wat ik ook altijd doe in die serie van interessante aandelen is kijken naar het nieuws. Zijn er dingen in het nieuws die ik oppik waarvan ik denk van, oh ja, dat is wel interessant voor het bedrijf wat ermee gemoeid is of de sector. Kan ik verbanden leggen tussen nieuws en ideeën of kennis die ik heb vanuit de aandelenmarkt? Vervolgens ga ik op basis van die nieuwsberichten 1 of meerdere misschien een eigen inschatting maken van wat zou er kunnen gebeuren, een voorstelling maken en later pak ik dan ook de echte kwartaalcijfers erbij. Degene in ieder geval de laatste die gepubliceerd zijn. En in die laatste kwartaalcijfers, of misschien zelfs de jaarcijfers, kan ik dan gaan kijken hoe het bedrijf ervoor staat, waar ze zich precies mee bezighouden als ik dat nog niet weet. Want vaak zul je toch dingen opmaken eigenlijk uit zo'n jaarverslag, dat je denkt van, oh, doen ze dat ook nog erbij? Ook daar zijn ze natuurlijk vooruitzichten voor de toekomst bij. En natuurlijk hun cijfers. En die cijfers gaan we dan bekijken. Matchen met het nieuws wat we weten. Kijken of er een invloed is. Of er een mogelijkheid is om te investeren omdat we kansen zien voor de toekomst. En als er dus mogelijke kansen zijn, dat maakt het dus een interessant aandeel. Misschien niet om meteen te kopen, maar misschien wel op een lijstje te zetten dat mocht er binnenkort nog een keer iets gebeuren wat er weer positief is, dat je dan opnieuw berekening maakt en denkt van ja, nu is het goede moment om het te kopen. Nu is het een interessant aandeel. De 2e reden dat ik los of specifieke aandelen behandel is omdat we altijd denken dat wij degene zijn die de markt kunnen verslaan. We weten allemaal dat 95% van de mensen de markt op lange termijn in ieder geval niet verslaat. We willen allemaal graag geloven dat wij net die 5 of 10% zijn die de markt dus wel kan verslaan. En dit komt omdat we allemaal wel 1 of meerdere aandelen hebben van bedrijven waar we alles over denken te weten. Dat is vaak niet het geval, maar dat denken we dat we alles over weten. Dat we een bepaalde sector heel goed in de gaten houden omdat daar onze interesse in ligt. En dus dat we daar ook kansen eerder kunnen opmerken dan de rest van de markt. En dus dat we kunnen profiteren van die kennis die we hebben. Dat is in ieder geval wat we denken. En juist omdat we dat allemaal denken, dat ben ik, maar dat ben jij waarschijnlijk ook, maak ik deze video's dus over die specifieke of losse aandelen. En de laatste reden is eigenlijk dat het gewoon interessant houdt. Want ik zeg dus altijd wel dat passief beleggen, dat we dus in ETF's en indexfondsen zitten voor de lange termijn, dat dat het beste is. En dat zal ook uit veel onderzoeken blijken. Maar het is niet de meest leuke vorm. Je doet gewoon elke maand, misschien 5 minuten besteed je eraan om aandelen te kopen via de Giro, via FlatEx. En dan ben je klaar voor de rest van de maand. Dat maakt het nou niet echt interessant. Dus vaak willen we er iets meer interactie bij. En juist als je dus aandelen koopt van een bedrijf als Apple of Tesla, dan kun je in ieder geval als je het nieuws volgt, dan ben je iets meer bij betrokken en heb je het gevoel dus dat je ook echt meer betrokken bent bij het bedrijf eigenlijk. En natuurlijk is het gewoon leuke content. Het houdt het interessant ook qua video's die ik maak op dit kanaal. Het zorgt voor wat interactie onder deze video's van mensen die een bepaalde mening hebben. Mensen die zeggen van kijk eens naar dit bedrijf. Er is iets meer interactie met mijn kijkers en ze worden gewoon goed bekeken. Dus dat zijn eigenlijk 3 redenen waarom ik toch telkens, ondanks dat ik ETF's en indexfondsen eigenlijk aanraad, vaak toch ook losse aandelen behandel. Maar daar ging deze video dus eigenlijk niet over. We gingen juist kijken of we op korte termijn geld kunnen verdienen aan de hand van kwartaalcijfers die
al bekend zijn of er aan zitten te komen. Dat zijn eigenlijk twee manieren waarop we geld kunnen verdienen rondom deze tijd. En dat is aan de ene kant vooraf, voordat de kwartaalcijfers officieel bekend zijn. En de reden dat we vooraf aandelen willen gaan kopen is omdat de kwartaalcijfers ervoor zullen zorgen dat de koers stijgt. En dus na 1 of 2 weken de koers hoger staat dan waarvoor jij het gekocht hebt. Nou, aan de andere kant kunnen we juist ook kwartaalcijfers afwachten. Kijken wat de markt doet, hoe die reageert. En dan een beslissing nemen om aandelen te kopen. En dat is dan juist weer vaak als de kwartaalcijfers en de markt daar juist slecht op reageert op die kwartaalcijfers. Dat er in één keer een reactie komt en dus een koersdaling. En dat we op dat moment in kunnen stappen. Want vaak zal je zien dat er heftig wordt gereageerd. Dat de koers snel misschien wel 8 tot 10% onderuit gaat. En dat zo'n daling vaak niet gerechtvaardigd is. Dat jij denkt van ja, een paar procent mag wel, dit is overdreven. Dan is dat misschien juist wel een goed moment om in te stappen op een laag punt in de koers. Omdat dan vaak zult zien dat in de komende weken daarna de koers gaat herstellen en je toch je rendement weer maakt. En deze twee methodes zal ik in deze video dan ook behandelen aan de hand van een voorbeeld. En het voorbeeld is in dit geval Tesla Q3. De kwartaalcijfers die over 2 weken bekend worden gemaakt. En zo natuurlijk de Tesla-haters zelf wel zeggen van, begin nou weer over Tesla. Ja, ik ben er aandeelhouder in, ik vind het een interessant bedrijf. Maar ik denk dat het juist een goed bedrijf is voor het voorbeeld waar we het hier over hebben. Omdat het juist zo'n bedrijf is die heel erg reageert op goed nieuws of slecht nieuws. En dat de koers in zo'n situaties ooit best wel 10% in de plus of in de min kan gaan. En misschien heb je het afgelopen week wel gezien. De cijfers van Tesla zijn eigenlijk al bekend geworden. In ieder geval de leveringscijfers. Nog niet de kwartaalcijfers, niet het geld. Maar wel het aantal auto's dat ze geleverd hebben. Het was volop in het nieuws. En daarin zagen we dan ook dat Tesla 97.000 auto's heeft afgeleverd. Nou, de analisten hadden dan 99.000 verwacht. Het eigen doel van Tesla, dat was 100.000 auto's. Dat was dan weer een week van tevoren uitgelekt in een e-mail van Elon Musk aan zijn medewerkers. Maar de eigen targets lagen juist op 95. Dus ze hebben zijn eigen targets makkelijk gehaald. Alleen het doel of de targets die analisten hadden, die hebben ze niet gehaald. En dus zou je zeggen van, ze hebben zelf 95.000 auto's voorspeld in het vorige kwartaal. Ze maken er nu 97.000, dus dat is een plus. De koers gaat er vast wel op omhoog, want het is een goed resultaat. Nou, dat was dus niet het geval. Ik geloof dat zelfs op het dieptepunt van die dag de koers 8% onderuit ging. En hoe kan dat nou, terwijl ze dus eigenlijk best goede cijfers presenteren, zeker met hun eigen verwachtingen? Nou, dat komt dus juist omdat analisten 99.000 hadden verwacht. Geen idee waar hun het op baseren, want juist een bedrijf als Tesla, die zijn er veel beter in eigenlijk een prognose te maken dan analisten vaak. Maar de markt reageert dus juist op die analisten. Misschien omdat die analisten in de weken ervoor zeggen, wij schatten 99.000 in en dat te hoog is ingeschat. En als Tesla vervolgens zijn eigen doel verslaat, maar hun target niet haalt, dat dan eigenlijk dat target al in de koers was verwerkt. En dus op zo'n dag, ook al is het positief nieuws, dus 8% van de koers eigenlijk weggaat. En zoals gezegd is dat juist de reden dat ik nu Tesla behandel, omdat dat juist zo, ja, heftig reageert op dit soort nieuwsberichten. En dat we dus juist bij dit soort bedrijven er vast wel van kunnen profiteren. Nou, zoals gezegd waren er twee methodes. Laten we beginnen met de eerste manier. En dat is dus vooraf al een inschatting maken en vooraf je aandeel al kopen. Zoals gezegd verwachten we in dit geval dus dat de kwartaalcijfers goed zijn. En dat dus de koers in de komende tijd zal gaan stijgen, waardoor je rendement maakt en dus winst maakt. Dan zal ik niet specifiek ingaan op hoe we dit precies gaan berekenen. Maar ik zal het wel algemeen behandelen, zodat je het ook op andere bedrijven kunt toepassen. Maar het zijn in ieder geval punten waar je in dit soort situaties aan de hand van het voorbeeld wat ik net liet zien, het nieuwsbericht, waar je dan op kunt gaan letten. En waar je eventueel kunt gaan kijken in de kwartaalcijfers van de vorige kwartaal. En in dit kwartaal hebben ze dus 97.000 auto's afgeleverd. Daar is dus omzet aan gekoppeld eigenlijk. En je gaat dan kijken hoe dat in het vorige kwartaal was. Hoeveel auto's werden er toen geleverd? Welke bedragen waren er toen aan gekoppeld? Omzet en dat soort dingen. Maar ook zeker winst. En je gaat dan voor jezelf op basis dus van die andere kwartaalcijfers, met de gegevens die we nu weten uit het nieuwsbericht, een eigen berekening maken over wat jij verwacht dat de omzet doet, wat eventueel de winst doet, dat soort dingen. Belangrijk hierbij is dat je het nieuws van de afgelopen 3 maanden dus eigenlijk hierin ook gaat verwerken. Zijn er nieuwsberichten die effect hebben gehad op eventueel kosten die Tesla maakt of opbrengsten die ze hebben? Als voorbeeld zijn het nieuwsberichten die van invloed kunnen zijn, dingen die Tesla heeft gedaan die dus effect hebben op de marge. Hebben ze investeringen gedaan? Hebben ze personeel aangenomen of juist ontslagen? Welke kosten zijn daar misschien aan verbonden? Staat dat vermeld? Maar juist ook een beetje kijken naar hun toekomst. Zijn er nieuwsberichten die effect hebben op de toekomst? Dat kan bijvoorbeeld zijn de Gigafactory, in dit geval in China, die dus komende kwartaal eigenlijk online komt.
daar worden auto's geproduceerd, heeft dat al effect op dit moment? En als je nou niet precies weet hoe je dit moet berekenen, kun je juist altijd wel vaak naar analisten kijken. Zij berekenen het ook. Alleen zij pakken misschien andere getallen. Zij hadden toen nog aannames, terwijl je nu wel echte 97.000 auto's weet. Misschien pak hun berekening als dat mogelijk is en voer dan de juiste cijfers in om tot een eigen berekening te maken. Nou, als je dat dan ziet en je denkt van ja, dit is inderdaad, daar gaat het aandeel, als de cijfers officieel worden, op reageren in een positieve manier, dus dat het, ja, de koerswinst komt, dan is het slim om op dit moment aandelen hierin te kopen. Het enige nadeel hiervan is dat dat best wel moeilijk is aan de ene kant. En ook al heb je het goed berekend, dat dan nog de markt heel anders kan reageren dan wat jij had verwacht. Juist zoals we net zagen dus in dat voorbeeld. Eigenlijk is het vanuit Tesla gezien heel erg positief nieuws. En vanuit analisten valt het op zich wel mee, want ze halen net op 2% de targets van hun niet. Maar vervolgens gaat de koers dus 8% onderuit. Dus dat is altijd een beetje lastig om daar eigenlijk een inschatting of een oordeel aan te geven. Want je kunt het zelf wel berekenen, maar dat wil niet zeggen dat de markt ook op die manier reageert. En dus hebben we ook nog de andere manier, om dus juist eerst de cijfers officieel af te wachten. En op basis van wat de koers dan doet, juist als hij dus naar beneden valt en dus verlies maken eigenlijk op de koers, om dat moment te bepalen om dan in te stappen. Dit kan ook zijn door eigen berekeningen, dat je van tevoren al denkt van, nou, de koers is nu veel te positief. Als ze bekend worden, dan wacht ik erop. En op dat moment, als de koers flink daalt, dan stap ik dus misschien in. Je kunt dit bijvoorbeeld berekenen omdat je, ja, je ziet dat Tesla meer auto's verkoopt. Maar dit zijn waarschijnlijk meer Model 3's dan Model S en Model X. En juist op de Model S en Model X, die dus een stuk duurder zijn dan die Model 3, daar wordt waarschijnlijk meer marge of meer winst op gemaakt. Dus daar zit een groot gedeelte aan de ene kant omzet, maar dus ook winst die ze maken op dat soort auto's. En juist omdat we die minder gemaakt worden en verkocht worden, en juist auto's waarop minder verdiend wordt, de Model 3, dat daar meer van verkocht wordt, kan het zomaar zijn dat de winst niet eens toeneemt, terwijl we toch meer auto's verkopen, omdat we dus juist meer goedkope auto's verkopen. Je kunt ook denken dat misschien de belastingvoordelen in veel landen aflopen. In Nederland is dat het geval. Dit jaar is dat heel goed. Volgend jaar verdubbelt de bijtelling in één keer van 4% nu naar 8% dan. En op dit moment is Nederland al 10% van de afzet van Tesla. Maar denk ook bijvoorbeeld aan Noorwegen, waar veel subsidie wordt gedaan in dit soort dingen. Amerika is ook nog steeds subsidie. Al zul je daar wel zien dat er, voorheen was het $7500 en nu nog $1750, dat er nog steeds veel auto's verkocht worden. Maar vaak heeft het toch wel effect op dit soort dingen. Dus misschien bereken jij wel dat Tesla de komende kwartaalcijfers aankondigt dat ze misschien minder groei zien. En dat daardoor juist de koers naar beneden wordt bijgesteld eigenlijk door de mensen in de markt eigenlijk. En dat je dat moment afwacht om in te stappen. En dus heb je in deze situatie dat je eigenlijk achteraf aandelen koopt, nog eigenlijk onderverdeling in twee stappen. Aan de ene kant kun je aandelen kopen op het moment dat ze zakken. En aan de andere kant, als het zakt, dan koop je aandelen. En het lijkt eigenlijk alsof ik nu twee keer hetzelfde zeg, maar er zit toch wel een groot verschil in. Want aan de eerste manier is het eigenlijk zo dat je van tevoren al weet dat het aandeel gaat reageren en dat het, ja, een verlies gaat maken op die dag. Dus je wacht nog even. In het tweede geval weet je niet wat het aandeel gaat doen, maar als het gaat zakken, op dat moment stap je in. Nou, hoe kun je dan bepalen en snel bepalen eigenlijk om op dat moment in te stappen? Dat heb je eigenlijk al gedaan als je vooronderzoek doet. Op het moment dat je dus, ja, de cijfers ziet en je ziet een verwachting en dan in één keer de officiële cijfers en de koers gaat dus zeg maar 10% onderuit, dan kun je al vrij snel denken van wat ik heb gelezen, wat ik nu zie in deze cijfers en hoe de markt er reageert met 10%. Nou, een paar procent zou normaal zijn, maar nu reageert de markt heel heftig. Er wordt veel meer verkocht dan dat eigenlijk nodig is. Dat is gewoon misschien wel automatische verkooporders die worden geactiveerd, ik noem maar iets. Dus het gaat in één keer heel erg snel, terwijl het helemaal niet logisch is dat het aandeel 10% onderuit gaat. Dan kun je dus op dat moment, omdat je eigenlijk van tevoren al onderzoek hebt gedaan en dus een beetje weet hoe het eraan toe gaat en wat je kunt verwachten, en dat nu dus, ja, eigenlijk je verwachtingen worden overtroffen, snel instappen, omdat je dus verwacht juist in de komende weken dat het aandeel heel erg gaat herstellen eigenlijk. En dus dat je de komende weken je rendement al maakt. Dit is ook vaak een stuk makkelijker en aan de andere kant ook wel zekerder. Je hebt niet altijd de mogelijkheid om in te stappen omdat misschien het aandeel juist wel in de plus gaat. En dan heb je dus niet de mogelijkheid om te kopen. Maar juist als je dus in de min gaat op zo'n dag en heftig in de min gaat, dat er echt een dip is, dan kun je profiteren. Zoals gezegd is dat iets wat ik ook al vaker heb gedaan. Onder andere bij Tesla laatst, toen het tot onder de $200 zakte, heb ik telkens bijgekocht naarmate het zakte. En dus is eigenlijk dollar cost averaging, heb ik mijn gemiddelde kostprijs van een aandeel flink omlaag kunnen krijgen. Maar ook bij Facebook heb ik dit gedaan toen het een keer 20% onderuit ging. Inmiddels zit mijn positie op
10% in de plus. En dat was zelfs een tijdje geleden bijna 20% in de plus. Dus juist van dit soort dipjes dat de markt heftig reageert, kun je vaak in principe goedkoop instappen. En dus profiteren van de overreactie eigenlijk die er op de markt is. En dit kan in dit geval dus van Tesla zijn, maar zo zijn er vaak meer bedrijven. Facebook is zo'n bedrijf die ook ooit heftig reageert op nieuwsberichten, zeker als het rondom privacy gaat. En zo zijn er vast nog wel meer bedrijven. En zijn er misschien wel bedrijven waar jij interesse in hebt. Hou dat dan een beetje bij telkens in kwartaalcijfers. Kijk wat de echte cijfers doen op de dag dat het bekend wordt en hoe het aandeel reageert. Als je het aandeel eigenlijk gedurende die kwartalen tussenin ook telkens in de gaten houdt, al is het maar door nieuwsberichten, dat je een beetje weet wat er speelt met het aandeel, kun je vrij snel een beslissing maken op het moment dat het aandeel dus een dipje heeft op zo'n moment en vrij snel instappen. Natuurlijk is het dan ook belangrijk als je dus in dit geval over 2 weken de kwartaalcijfers komen, dat je al zorgt dat je wat geld achter de hand hebt, dat je in ieder geval cash buffer hebt, zeg maar, dat je misschien €500 of misschien €1000 of net wat jij vrij hebt gemaakt, dat je dat geld ook achter de hand hebt om, mocht er nou een optie komen eigenlijk om dus te profiteren van dit soort cijfers, dat je dan ook geld hebt om aandelen te kopen. En dat je dus niet verplicht bent om een andere positie te verkopen, juist om van deze positie te profiteren. Dus zorg gewoon dat je telkens op het moment dat het kwartaal voorbij is, dat je op dat moment in die maand een bedrag achter de hand hebt om eventueel te kunnen profiteren. En zoals gezegd, dat heb ik vaker gedaan en heeft voor mij in ieder geval tot nu toe telkens goed uitgepakt. Juist omdat ik dus van tevoren wel wat onderzoek heb gedaan en het niet zomaar een beslissing is die ik snel even neem, maar er zit wel een gedachte achter en een vooronderzoek achter. En ik ben ook vrij benieuwd wat jullie dan doen. Zijn jullie degene die van tevoren onderzoek doen en dus juist al van tevoren kopen? Of ben je juist ook zo iemand, net zoals ik, die het een beetje afwacht, kijkt hoe de koers reageert en dan snel een beslissing neemt van, ja, dit is een goed moment om te kopen, ik stap nu juist in. Laat dat dus weten in de reacties onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke en interessante video hebt gevonden. Is dat nou het geval? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog vragen of opmerkingen hebt, of misschien suggesties voor volgende video's, zoals gezegd, ook weer onder deze video kun je natuurlijk je reactie achterlaten. En dan vind je ook de link naar onze Discord-chat. Daar zijn we met meer dan 500 mensen over dit soort onderwerpen discussiëren. En ook daar kun je natuurlijk altijd je vragen of je antwoorden of je suggesties achterlaten. En mocht je nou van plan zijn om binnenkort aandelen te kopen, onder deze video heb ik ook mijn links staan naar verschillende brokers, zoals de Giro, FlatEx. Als je je eigen daar wil aanmelden, links daarvan staan onder deze video. En als je nog steeds aan het kijken bent, is het dus waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje daarnaast. Dan krijg je altijd een notificatie als ik weer een nieuwe video upload. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.